Toen ik VVV-trainer Maurice Stijn 2 weken geleden voor een wedstrijd vroeg waarom hij koos voor Patrick Joosten in plaats van een andere speler, zei hij gelijk: Patrick is in vorm. En dat blijkt ook wel uit de cijfers. Hij heeft een basisplaats veroverd. De afgelopen 4 wedstrijden scoorde hij 3 keer. Bovendien 2 keer een assist. En 12 balheroveringen. Dat is meer dan alle andere spelers bij VVV de afgelopen maand. Dus is Patrick Joosten op basis van de Opta-statistieken speler van de maand januari. Patrick, speler van de maand. Yes. Kijk eens aan. Dankjewel. Van harte gefeliciteerd. Yes. Dankjewel. Verbaasd? Ja, wel een beetje. Ik weet nog toen de mediaman van VVV tegen mij zei, hij feliciteerde mij. Dus dacht ik, met wat, weet je? Toen zei hij speler van de maand en toen dacht ik even van, nu al? Maar toen ging ik even nadenken toch, van januari is kort. Dus of 2 wedstrijden. Ik denk vooral eerst een goede wedstrijd gespeeld. Maar toch wel een beetje verbaasd. Omdat er waren ook wel, vooral de eerste speelronde denk ik, veel spelers die echt goed hadden gespeeld, ja. Was het je beste maand in je carrière? Qua statistiek sowieso. Ik moet zeggen, de seizoenen dat ik Eredivisie heb gespeeld, heb ik niet echt de meest denderende statistieken behaald. Dus dat kan je sowieso wel zeggen. Dus dat was wel mijn beste maandje. Ja. Je hebt natuurlijk echt een hele vervelende tijd gehad met je blessure, kruisband. Ben je weer helemaal 100%? Ik voel me goed. Ik moet zeggen, in het begin had ik dan nog een beetje toch wel last van die pace. Zeg maar, mijn kniepace hebben ze een stukje van gepakt. Als nieuwe kruisband. Alleen nu gaat het goed. Ja, voelt goed. Kom gewoon goed de wedstrijden door. Daarna ook, volgende dag. Je bent er ook niet meer in je hoofd mee bezig precies. En zo? Nee, en tijdens de wedstrijd echt niet. Dus dat gaat lekker nu. Ja. Afgelopen weekend spraken we je oom, Theo. Ja, ja. Gitarist bij Rowe Herzen. Ja. Even tussen jou en mij, wat vind je van die muziek? ik moet eerlijk zeggen, kijk, het is niet de muziek die ik... Eerlijk, hè? Ja, ik ga eerlijk met je zijn. Het is niet de muziek die ik opzet in de auto. Ik kan zeker wel gewoon... ik heb sowieso... Voor mij is het ook gewoon trots wel. Dat onze oom, zeg maar, is altijd in de familie geweest sinds als jongs af aan. Van, gewoon iedereen was er trots altijd op dat hij... dan in Rowe Herzen speelde en gewoon een succesvolle band. En ik vind het ook leuk. Ik ben sowieso, kom ik soms wel eens checken. Even kijken, mei ga ik weer even kijken. Dus het is niet de muziek die ik opzet in de auto. Maar, of die ik echt luister door mijn oortjes. Maar ik kan wel gewoon waarderen sowieso. Ik bedoel, het is gewoon muziek. Ik vind sowieso creatieve dingen mooi. Dus het is iets moois. Hij is heel trots, hè? Ja, dat zegt hij ook wel eens. En dat vind ik ook weer leuk om het gewoon te horen. Sowieso, de hele familie vindt het natuurlijk leuk als een jonge neefje uit de familie goed doet met voetbal. En nu al helemaal vinden ze het leuk omdat natuurlijk mijn familie van oorsprong hier in de buurt vandaan komt. Van het dorpje Amerika. Dus VVV is dan zeg maar de club van een beetje vandaar. Dus dat vinden ze wel extra leuk, ja. Je moeder? Ja. Zij vindt ook natuurlijk heel trots. Altijd kijken thuis, ja. Want het verhaal is bekend, je vader is al heel vroeg uit jouw leven verdwenen eigenlijk. Je bent opgegroeid bij je moeder. Ja, klopt. En ze ziet nu jou deze stappen maken. Ja, dat vindt ze wel superleuk. Het gaat goed. Nou ja, dan lees ik ondertussen ook al je gelijk alle verhalen. Nu moet je ook eerlijk zijn. Ja. Over belangstelling van buitenland, Engelse clubs, Coventry, Championship, Spanje misschien zelfs wel. Ik weet niet. Ik heb wel wat even gehoord ook natuurlijk. Maar ik denk dat het ook allemaal zo... Ik kan het zelf ook niet echt serieus nemen, want ik heb nu bij wijze van spreken 2 echt goede wedstrijden achter elkaar gespeeld. Door deze prijs ben je gelijk 3 miljoen meer waard. Ja, dat blijkt ja. Nee, maar dat ook. Ik weet niet, die 4 miljoen die er stond, ik denk dat een beetje overdreven is als je gewoon kijkt. Wat wil je? Ik wil gewoon nu proberen deze lijn door te zetten en dan gewoon kijken van... maar in principe in eerste instantie ga ik terug naar Utrecht. En dat is denk ik ook een supermooie club om het daar... Daar wil ik het de liefst laten zien, zeg maar. Is gewoon je hebt het gevoel dat je daar nog iets moet laten zien ook? Ja, gewoon. Ik denk van... het is toch ideaal, zeg maar, dat ik nu hier na mijn blessure dan... Of mijn blessure is al een tijdje geleden, maar dat ik nu gewoon echt... Mijn eerste seizoen dat ik gewoon... gewoon echt week in, week uit kan spelen. En dan dat je zeg maar volgend seizoen automatisch teruggaat naar een subtopclub. Dus dat is eigenlijk ideaal, weet je. Voor mij ook denk ik als aanvallende speler.
die van aanvallend voetbal houdt. Is denk ik ideaal als ik volgend seizoen daar erin kan staan. Wat ga je met, met de prijs doen? Ik denk dat ik hem naast mijn bed ga zetten. Ja. Even of gewoon ergens op een mooi plekje dat ik als ik door huis loop of zo, dat ik hem gewoon even naar kan kijken zo nu en dan. Ik denk dat het wel mooi is, ja.